Melkboeren komen niet langer uit met een opkoopprijs van 10 SRD voor een liter melk. Edmund Blufband, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Melkboeren, VSM, zegt dat er naast een te lage opkoopprijs nog veel meer uitdagingen zijn voor zijn leden. Journalist Rosita Leeflang bracht een bezoek aan Blufband en maakte het volgende verslag. Reeberg in Wanica. We zijn op bezoek bij de Vereniging van Melkboeren in Suriname, want ook zij hebben hun eigen uitdagingen vandaag aan de dag. De prijs van de melk is op dit moment 10 SRD, maar het zou rond de 15 SRD moeten liggen. We praten hierover met de voorzitter van de Vereniging van Melkboeren in Suriname, zometeen, en dat is de heer Edmund Blufband. En hij vertelt ons ook meer over de andere uitdagingen waarmee de boeren te kampen hebben. De productie van de melkboeren is in de afgelopen tijd gedaald van 30.000 liter naar 4.000 liter per dag. Steeds meer boeren stoppen met veehouderij, met alle gevolgen van dien. Het gevolg daarvan is dat de melkcentrale steeds meer melkpoeder gaat gebruiken en steeds minder boerenmelk. Dus vroeger was het voornamelijk boerenmelk en een beetje aangevuld met een beetje poedermelk. Nu is het omgekeerd. Nu is het poedermelk aangevuld met een beetje boerenmelk. En sommige consumenten zeggen ze merken het. Andere consumenten merken het misschien niet. Maar sommige mensen zeggen ze merken het. En de andere verwerkers, ik wil niet zeggen verwerkers, want ze zijn geen verwerkers. De andere melkproducenten, zogenaamd, die werken alleen met poedermelk. Dus die kopen helemaal geen boerenmelk. Dus Michi en zo, die zijn puur poedermelk, puur import. Op dit moment subsidieert de boer een ieder in Suriname. De overheid zou moeten overstappen van object naar subject subsidie, zodat de opkoopprijs van de melk ook kan worden aangepast. De boeren zijn na een prijscalculatie tegen de huidige koers gekomen op een opkoopprijs van 14 SRD70 voor een liter melk. De overheid wil deze prijs niet in één keer toekennen aan de boeren. De minister geeft wel aan dat hij langzaam het gaat aanpassen, maar dus niet in één keer, omdat ja, hij zegt ze moeten ook naar dat systeem van subject-subsidie moet op gang komen. Ze moeten dus gaan inventariseren wie dan in aanmerking moet komen. Dus dat is natuurlijk een stukje moeilijker, dat begrijp ik ook wel. Want nu om het product te subsidiëren, dan moet de overheid die subsidie dan doen, toch? En niet de boer. Een ander probleem van de boeren is nieuw fokmateriaal. Blufband zegt dat de vereniging een week geleden eindelijk weer een brief heeft ontvangen dat er weer sperma van fokstieren is geïmporteerd. Uiteindelijk weer, na heel lange tijd. Maar de hele tijd kon je dus niks krijgen. En dan is het probleem nog, wie gaat die inseminaties doen? De overheid, de LVV, had inseminatoren. Maar ja, Met die paar inseminatoren lukt het ook heel moeilijk. Omdat inseminatie moet binnen een bepaalde tijd gebeuren. Zodra die koe dus tochtig is, dat wil zeggen die koe is vruchtbaar, dan moet het binnen een paar uren gebeuren. En voordat die inseminator hier naartoe komt, dan is het al voorbij. Toch? Dus wij hebben ook aangegeven aan LVV, train boeren om te insemineren. Laat boeren zelf insemineren en zorg dan dat die rietjes, die spermarietjes beschikbaar zijn, zodat wij dan het zelf kunnen doen. Een ander groot probleem waarmee de sector te kampen heeft, is het gebrek aan koelwagens. Daardoor bestaat het risico dat de melk verzuurd aankomt bij de melkcentrale. De gevolgen daarvan zijn volledig voor de boer. Het volledige gesprek met VSM-voorzitter Blufband kunt u bekijken op onze FB-pagina en YouTube. Daarin gaat hij in op de vele andere problemen waarmee de sector te kampen heeft, zoals de controle op voer, de prijzen van slijpmeel en investeringen.